Ambassadeur, Oosterbos. Ambassadeur van Koninkrijk der Nederlanden. En mevrouw Sandra van der Bos. First lady, geachte leden van de Raad van Minister, leden van Port, diplomatiek volksvertegenwoordigers, allen hier aanwezig. Het is met grote eer en oprechte vreugde dat ik vandaag het Nederlandse volk feliciteer met de verjaardag van de koning, uw koning, zijne majesteit Willem-Alexander. Wij wensen hem, zijn gezin en het Nederlandse volk een mooie Koningsdag toe en veel geluk en gezondheid tot in lengte van jaren. Maar als ik zo om me heen kijk, dat is ook op zijn plaats dat we vandaag ook feliciteren de Surinaamse Nederlanders die hier ten lande woonachtig zijn en een geïntegreerd onderdeel vormen van onze samenleving. Terwijl we samen dit vreugdevolle moment vieren, grijp ik graag de gelegenheid aan om de bijzondere relatie tussen Suriname en Nederland te benadrukken. Een band die gebaseerd is op gedeelde geschiedenis, gedeelde waarden en wat het Surinaamse volk betreft ook een gedeelde toekomst. Dan staat u mij toe te zeggen, ambassadeur, een veelbelovende toekomst. De relatie tussen Suriname en Nederland is veelomvattend en diep geworteld en kent vele facetten en werkt op vrijwel alle niveaus. In de afgelopen jaren is veel aandacht geschonken aan het pijnlijk slavernijverleden dat ons ook verbindt. Dit verleden heeft diepe sporen nagelaten in onze samenleving. Het herinnert ons eraan dat we ons moeten inzetten voor gerechtigheid en het erkennen van de waarheid. En het is cruciaal belang dat we gevoeligheid erkennen en begrijpen hoe dit verleden onze relatie beïnvloedt tot aan de dag van vandaag. Mijn regering heeft daarbij ook aandacht gevraagd voor de gehele koloniale geschiedenis tussen onze landen. Ook de geschiedenis en het leed dat andere groepen Surinamers is aangedaan verdienen aandacht en respect. Nederland heeft stappen gezet om deze geschiedenis onder ogen te zien en ook de verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen ervan. Het is mijn wens dat we gezamenlijk blijven werken aan het bevorderen van begrip en respect. Dat is de basis voor een sterke, rechtvaardige relatie tussen onze landen en onze volkeren. Dames en heren, geachte aanwezigen. Behalve het erkennen van het verleden is het ook belangrijk om vooruit te kijken. Om ons te richten op die gedeelde veelbelovende toekomst van samenwerking en welvaart. En in deze snel veranderende internationale wereld met zijn vele uitdagingen zijn solide banden tussen gelijkgezinde landen vitaal. Suriname en Nederland kunnen een dergelijke solide band vormen als het gaat om onze olie- en gasvoorraden, als het gaat om bestrijden van klimaatveranderingen en de bescherming van ons tropisch regenwoud, zoals aangegeven door de ambassadeur. Wij zijn op al die terreinen natuurlijke partners en wat mij betreft ook betrouwbare partners en partners
die voor een duurzame samenwerking en relatie staan. Niet alleen in Nederland zelf, maar traditioneel ook voor veel Nederlanders in het buitenland. En dat geldt uiteraard ook voor mijn collega's en mijzelf als vertegenwoordigers van Nederland in dat buitenland. Het biedt ons namelijk een mooie gelegenheid om onze waardering uit te spreken voor de samenwerking met onze partners, u, in het gastland Suriname. En meneer de president, dames en heren, Suriname is voor Nederland natuurlijk wel een heel bijzonder gastland. Een land waarmee wij een lange, bewogen geschiedenis delen. Met hoogte en dieptepunten. Onze landen en bevolkingen zijn op alle niveaus onlosmakelijk met elkaar verbonden geraakt. We zijn familie. We gaan door pieken en dalen, we vieren blijde gebeurtenissen en steunen elkaar op trieste momenten. En, zoals dat in de beste families gaat, we zijn ook wel eens even op non-speaking terms. Maar we zijn nooit van elkaar vervreemd geraakt. We zijn altijd met elkaar blijven praten. En dat mogen, misschien moeten we mijns inziens, blijven koesteren. Het doet mij zeer veel plezier, meneer de president, u hier vandaag te mogen ontvangen op het moment dat onze relatie zo'n positieve ontwikkeling doormaakt. Met een hernieuwd elan op tal van terreinen en op alle niveaus. Van samenleving tot samenleving, in de rechtspraak, in de gezondheidszorg, op het gebied van sport, maar vooral ook weer van overheid tot overheid. En alles op basis van respect, wederzijds vertrouwen en gelijkwaardigheid. Belangrijk is ook dat we een gezamenlijk traject hebben ingezet om het slavernijverleden te verwerken. Want dat is ook een gedeeld verleden. Minister-president Rutte en koning Willem-Alexander hebben daarvoor hun excuses gemaakt. En de koning heeft daarna ook om vergiffenis gevraagd voor de rol van het Huis van Oranje. De Nederlandse regering heeft een bedrag gereserveerd voor maatschappelijke initiatieven en de ontwikkeling van nieuw beleid om de gevolgen die nog steeds doorklinken in de samenleving adequaat te identificeren en te adresseren. Samen. Alles met de intentie, meneer de president, om de bilaterale relatie tussen Nederland en Suriname naar een nog hoger niveau te tillen. Door haar niet alleen te versterken en te verbreden, maar ook verder te verduurzamen richting de toekomst. En laat dat nu ook het thema zijn dat wij hebben gekozen voor deze Koningsdagreceptie. Duurzaamheid.